Welkom, mijn naam is Paula Jabtjong van Stoeljalka Nederland en Vlaanderen. En vandaag ben ik de gast bij Dru Netherlands. En naast mij zit Erik van Velzen. En we gaan een Energy Block Release reeks opnemen. Kom iets meer voor op je stoel te zitten. Ongeveer op de rand, lekker ondersteund door de stoel, je voetzolen op de grond voor je. Breng je handen in de prana. Open de handen en breng je armen omhoog. Creëer maximale lengte in je rug. Word je bewuster van je adem en op een inademing breng je handen omhoog. Hou je schouders ontspannen. Nog een keer adem je in en op de uitademing breng rustig je rechterarm achter je naar beneden. En pas als je weer inademt breng je hem voor je omhoog. Verschuif naar de linkerkant. Adem uit, breng je linkerarm achter je naar beneden en voor je omhoog. Adem uit, breng je rechterarm naar beneden. Adem in, breng je rechterarm omhoog. En uit, ademing links naar beneden en omhoog. Adem uit, breng je rechts naar beneden. In, omhoog. De beweging aan de rechter en linkerkant van je lichaam geeft ruimte. Bewust van je adem kun je je lekker ontspannen. Aan de rechterkant breng je rechterarm naar beneden, adem uit en weer omhoog, adem in. De laatste keer aan de linkerkant, links naar beneden en omhoog, adem in, verleng. Breng op de uitademing de armen voor je. We noemen dit de spiegel. Draai de rechterhand naar je toe. Stel je voor dat je in een spiegel kijkt naar jezelf. Glimlach. Adem in. Op de uitademing start een rotatie van je rug rechtsom. Je armen komen uit in elkaars verlengde. Adem in. Breng het terug naar voren. Draai je linkerhand naar je toe. En kijk in die linkerkant. Draai linksom. Adem uit. Adem in, draai naar voren. Adem uit, draai rechtsom. Adem in, kom naar voren. Adem uit, voel de maximale strekking bij je borstbeen aan het einde van de uitademing. Kom weer naar voren. Kijk in je rechterhand. Is dit te zwaar voor je, dan kun je altijd je armen wat lager houden. Kom naar voren, adem in. En draai linksom, adem uit. En nu kom naar voren en ontspan je armen. Geef je armen een moment rust. Breng ze voor je, alsof je een cirkel voor je maakt. Ga lekker rechtop zitten. Adem in. Breng de handen naar je toe. Adem uit, breng ze van je af. Naar je toe, adem in. En van je af. Adem in, word je bewust van je energie. Adem uit, ontspan jezelf. Adem in. In deze beweging gaan de handen recht naar voren en weer naar je borstbeen. En de laatste keer breng het naar je toe, adem in. En op een uitademing ontspan je handen en breng ze nu ter hoogte van je navel. Iets boven je navel eigenlijk. Hier starten we een soort golvende beweging van je handen. Iets naar buiten en weer iets naar elkaar toe. Dus je brengt het iets opzij, adem in en naar elkaar toe. Wist je dat je ook je handen maximaal kunt ontspannen in deze beweging? Dus ontspan alle vingers. Volg je adem in, zijwaarts, maak het iets ruimer, uit naar elkaar toe. Maak het weer iets breder in en uit. Blijf in deze beweging lekker rechtop zitten. En als je nu inademt, komen je handen verder omhoog. En hou ze nu ter hoogte van je borstbeen. Iets hoger. Dus in en uit. Dus in en uit. Ga zo door. Geniet van het gevoel van ruimte wat kan ontstaan in jezelf door deze beweging.
In die ruimte kun je tot diepere ontspanning komen. In en uit. En breng langzaam je handen weer terug bij elkaar en ontspan ze. En breng je knieën weer iets naar achter. Je komt een klein beetje meer met je benen naar achter. Meer op de rand van de stoel te zitten en je brengt je handen hier in de pranaam. Breng je linkerhand omhoog en rechts naar beneden in deze verticale beweging. Adem in. Adem uit, breng het terug. Breng rechts omhoog en links naar beneden. Adem in. En breng het terug. Eigenlijk is het borstbeen het centrum van deze beweging. Hier is het waar je handpalmen vlak bij elkaar komen. En weer op een inademing van elkaar af bewegen. Dus maak het lang, adem in. En adem uit. En in. En breng het terug. Maak het lang. En breng het terug. En in de laatste beweging. Maak het lang. En breng het terug. We bewegen nu door naar een iets meer actiegerichte deel van deze reeks. Waarbij je, we noemen dit de boogschutter, waarbij je rechtsom gaat draaien en je linkerknie op een kussen legt. Zorg dat die knie ondersteund is en dat je met je rechterbil en je rechterbovenbeen op de rand van de stoel kunt blijven leunen. Breng je armen op schouderhoogte, armen lekker lang, de duim van je linkerhand en je pink ringvinger naar binnen en open door je linker elleboog naar achter te bewegen. Open je borstbeen. Adem in, strek op, kijk langs je rechterarm. Adem uit, ontspan de schouders. Doe het nog 2 keer. Alsof je een boog opspant. Trek de elleboog naar achter, adem in, de pijl naar je doel. Adem uit, ontspan je schouders. En de laatste keer. Trek de elleboog naar achter, adem in en ontspan de schouders. En van deze beweging gaan we door naar bliksemschicht. En daarvoor leg jij je rechter elleboog op je rechter knie. Je hangt eigenlijk een beetje naar voren. Deze beweging vindt plaats vanuit de linkerheup. Je linkerarm naar achter en omhoog. Adem in en duw die linkerheup naar voren. Dus doen we nog 2 keer. In, omhoog en uit. En de laatste keer. In, omhoog en uit. Prima. En dan kom je zo weer terug. We draaien naar voren en natuurlijk is het prima en belangrijk ook om deze beweging ook aan de andere kant te doen. Draai linksom. Leg je rechterknie op het kussen. Zorg voor superstabiele positie van je rechterknie, je linkervoet. De rechtervoet kun je ontspannen houden. Breng je armen op de schouderhoogte. Maak nu met je rechterhand de mudra, de duim omhoog. Pink ringvinger naar binnen. Adem in. Adem in, strek op. Kijk langs je linkerarm uit, ontspan de schouders. Strek op. In. Adem uit, ontspan. En de laatste keer. Je spant die boog op. Kijk langs je linkerarm naar je doel. Adem uit, ontspan. En nu bewegen we door naar de bliksemschicht. Je linkerarm, elleboog op je linkerknie of je bovenbeen. Deze actie vindt plaats vanuit je rechterheup. Inademing. En duw naar voren. Nog 2 keer. In, naar achter en uit. En de laatste keer. De kracht die je helpt om verder te komen. En dan kom je terug. Komt gewoon weer voor op je stoel. Lekker zitten. Je bewust van de effecten van deze energy block release. Namaste.